Dit is de Haagse ballonnenboer en stekeltje. Voor de muis. Nou, jij hebt natuurlijk die één ballonsmuis, hè? Dat is deze. Die is de kleine. We gaan even een andere versie ervan maken. Kleuren maakt niet uit. Pak gewoon de kleur die jij wil. En jij ziet, ik heb van roze en grijs en allerlei andere kleuren. Twee ballonnen. We beginnen met de eerste. Die blaas je niet zo heel veel. Zo. Dit hou je over. Ja. Want we gaan toch een paar allerlei kleine fuppeltjes maken. Dus dan ben je toch... Die lucht heb je nodig. En je kan beter even te veel hebben als te weinig. Anders dan loopt die strak. En dan heb je er helemaal niks aan. Nou, we gaan met zijn hoofd beginnen. Deze, ja. Dus hier knijpen. Weet je nog wat ik helemaal in het begin gedaan heb? Met de pistool. Vinger en duim. Die zijn belangrijk. Dus knijpen. En ja, dat is ook vaak, want dat vergeten we ons te vragen aan jullie. Als je een ballonfiguur maakt, denk er dan bijna hoe hij eruit ziet. Hè? Olifant heeft een lange slurf, grote oren. Een giraf heeft een lange nek. Kleine oortjes. Lichaam is anders. Dus denk altijd over de verhoudingen na. Want de muis, die heeft een spitse snuit. Grote oren, vergeleken met zijn lichaam. Klein lichaampje. En wat heeft hij nog meer? Juist, ik hoor het al. Een hele grote staart. Nou, knijpen en draaien met de lange kant. Ja? Oké, die heb je. Maak het niet te moeilijk vandaag. Lekker simpel. En als je wat wilt weten of vragen of doorgeven, gewoon tikken, hè. We zijn live, dus je kan er gelijk op terug reageren. Eén oor. Mag je best wel groot maken. Eén oor en draaien. En eigenlijk is dit dus de hond. Makkelijk, hè? Dus dan heb je, als je de hond gemaakt hebt, dan ben je tot zover, is dat makkelijk. Maar nu komt de tweede erbij. Tweede oor. Probeer dat oor een beetje hetzelfde te houden als het andere oor. Want dat is op zich wel leuk. Want anders krijg je een muis met klein oortje, groot oortje. Nou, kan wel, maar een beetje gelijk houden is leuker. Dit pak je allemaal tegelijk beet. Dat heb ik al ook met de bloem uitgelegd, hè? Je kan ook apart dit doen, maar wat je eigenlijk doet is gewoon alles bijpakken en je duwt het als het ware gewoon rond. Kijk. Dan heb je de muis. Je kan ook, als je een verjaardag hebt of zo, of op school, laat je hem gewoon zo. Dan maak je hem kleiner, moet je hem ook wat minder opblazen, dus dat dit tuutje helemaal lang blijft. Dan heb je namelijk een heel leuk cadeautje om te geven aan de kinderen. Dit is al een muizenhoofd, als je hem intekent ben je al helemaal klaar. Weer wat geleerd. Zijn lichaam, heel klein. Klein nekje. Ja, tenminste, een klein nekje, niet al te groot. Kijk, zo. Ja. Dan krijg je zijn voorpootjes. Dus één. Dus je knijpt hier. Ik doe meestal zo. Of draai je van je af. Hè? Want we ook in de workshops gezegd hebben, doe alle handelingen hetzelfde. Draai naar je toe. Alles naar je toe. Misschien heb je het al een keer ervaren wat misging. Ja, dus je hebt nek, voorpootjes. En ik wil nou, dat vind ik wel leuk, hele kleine bolletjes hebben. Kijk, heel klein. Niet groter, zie je? Gewoon hele kleine. Het zijn eigenlijk zijn voetjes, een beetje een voetje idee. Dit doe je bij elkaar. Hand weer op en draaien. Weet je wel, dus deze die zit die kant op. Je zwaait even, dan weet je dat je goed zit. En draaien. Oké. Nou heb je dus oren, gezicht, nek. Voorpoten, lichaam, ook niet te groot maken, muis is niet zo heel groot, dus je mag hem zelfs heel klein maken, als je dat leuk vindt, dan doe je dat gewoon. Dus je maakt dan gewoon zijn lichaam heel klein, zo, ja. Kijk dan weer een beetje naar de maat, dat je een beetje hetzelfde zit als de voorpoten, dus je doet dit, draaien, zo, yes, zie je. Maak je weer een klein bolletje. Ja, dan maak je nog een klein bolletje. Zo. En je zet ze weer bij elkaar. Nou, dan heb je een heel klein staartje. Je kan het zo houden, hè. Dus dan heb je al een muis met een klein staartje. Maar dat willen we niet. Dus, ik doe het eerst even anders, voordat ik hem eigenlijk lek prik. Ik blaas eerst even de andere ballon op. Mogen jullie ook doen als je wil. Dan kan je bijna vrijwel helemaal opblazen. Dus je hebt eigenlijk niks nodig aan het einde. Kijk, zie je? Meestal doe ik maar even zo. Zo.
blijft hij namelijk een beetje flexibel. Want deze, die ga ik zo meteen om mijn hand heen draaien om die krul te krijgen. Maar zo we zijn, hoor je. Mocht je nou niks over hebben, is het ook helemaal goed. Heb je wel wat over, wat je dan doet. Ik knip hier een heel klein gaatje in, dat deze leeg loopt. Kijk, zo. Deze knoop ik hier aan vast. Goed strak aantrekken, dat je er goed tegenaan zit. Dubbele knoop. Zo. De rest knip ik eraf. Nou, bij mij zit een hele lange staart. Ik maak hier een bolletje. Zo. Weer. Dit. Je raadt het al. Eén is de moeilijke. Nou, moeilijke. De meeste van jullie kennen het al. Maak daar een pinstwist. Ja, dus draaien. Zo vast. Want dan blijft die staart ook een beetje op zijn plek zitten. Nou, we hebben natuurlijk een hele lange rechte staart. Nou, ja, meestal als je een muis voorbij ziet rennen, zie je ook hoe die staart erachteraan. Maar ik wil hem toch even anders hebben. Dus ik pak hem hier beet. En ik draai hem eigenlijk als het ware zo om mijn pols heen. Gewoon een beetje zo. Gaan we dansen of zo, maar ga niet uit. Je moet gewoon even een beetje zo, een beetje drukken met je hand. Dus hier drukken. Ja, we laten hem los. Kijk. En dan heb je ineens een kortere staart, maar veel leuker. Nou, met zijn oren. Met zijn oren. Wat je kan doen, is een beetje zo naar buiten. Zo. Dus ik doe dit. En ik doe dit naar binnen. Zo, doe mijn vingers op. Kijk, blijf je oren een beetje staan. Naar buiten. Drukken. En je hebt veel leukere oren. Ja. Nou, dan komen we nog aan het punt dat hij graag naar buiten wil kijken. Of naar binnen, maar net waar hij zit. Dus oortjes. Hij piept ook al, knap hè? Recht een muis. Zo. Vrolijke mond. En deze doen we even op. Nou, maak snorharen. En je kan natuurlijk zelf alle kanten op hebben. Dus je kan ook zelf nog op zijn voetjes kan je eventueel nog nageltjes maken. Dus eigenlijk alles is mogelijk met die pen. Je maakt het altijd net even leuker. Nou, je ziet, zo heb ik lekker muis. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hij was niet te moeilijk. Dus ik denk, wissel af en toe een beetje af. Hè? Want de ene dag is wat makkelijker als de andere dag. En de ene dag is maar één ballon of twee of drie. Elke dag verandert weer. Maar in ieder geval vanmorgen gaan we aan de slag met het paard. Zetjeschap, want daar zitten een paar technieken natuurlijk bij. Maar aan de andere kant, als je al die, nou we zijn nu de 19e workshop, als je die allemaal meedoet, gaat het vanzelf goed komen. Ik wens jullie weer een hele fijne dag en ja, blijf gezond. En ga lekker in de tuin zitten, genieten van het mooie weer. Doei, tot morgen! De Haagse ballonnenboer en stekeltje. De Haagse ballonnenboer en stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo voor jou. Roep maar welk dier. Wil je een papegaai, een tijgertje, een muisje of een slang? Een varken of een aapje spier.